Zijn er eigenlijk in dit land? Ongeveer 32.000. En hoeveel statushouders zijn er? Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar heel veel. Ja, 13.500. Dus nog niet eens de helft daarvan. En daar gaan de gemeenten al van op tilt als die die voorraad moeten ja. geven bij een huis. Waarom zou dat bij daklozen wel lukken? Nou, het verschil is hier dat wij een plan hebben niet voor nu, maar eigenlijk tot en met 2030. Van 2023. Oh, dus we hebben tijd. Nee, we hebben eigenlijk een periode waarmee we die 32.000... elk jaar willen zien dat dat aantal afneemt. Wat we de afgelopen jaren helaas hebben gezien... is dat dat aantal elk jaar is toegenomen. Gelukkig de afgelopen jaren gestagneerd. Maar nu willen we zien, eigenlijk tot 2030... dat we gewoon jaar in jaar uit gaan zien dat we minder daklozen hebben. Ja. Er zijn twee dingen wat we daarvoor gaan doen. Ja. Belangrijk is ook het voorkomen dat mensen dakloos worden. Dat is één. Ja. Dus... Dat is al een groot probleem wat we daarmee voorkomen. En tweede, als je dakloos wordt, dan moeten we het fundamentele probleem oplossen. Namelijk het dak boven je hoofd. Ja, en uh, er zijn te weinig daken. Want er zijn in dit land al uh, 270.000 uh, woningen. Te weinig. Nou, plus die 32.000 daklozen kom je op 300.000. Plus die 13.500 uh, uh, statushouders dan kom je er boven de 300.000. Uh, het kabinet wil elk jaar 100.000 woningen bouwen. Dat haalt het kabinet voorlopig in elk geval niet. Waar... waar... Waar laat u die mensen? Ik zou het graag willen omdraaien. Juist u wilt het omdraaien. Juist omdat het probleem zo groot is op de woningmarkt, moeten we voor die meest kwetsbare groep, ja. de mensen die überhaupt geen dak boven hoofd hebben, zeggen ja. dat is een mensenrecht dat zij een dak boven hoofd. ik gun iedereen een. Juist omdat het probleem zo groot is, zeggen wij dit moet opgelost worden. Maar hoe dan? Hoe dan? Door dat wij zeggen we hebben een meerjarenplan... vanaf 2023 tot en met 2030. Ja. Elke keer, het is al heel gebruikelijk dat gemeenten afspraken maken over hoeveel woningen je bouwt. Hoeveel woningen voor ouderen, voor jongeren, die in het filmpje terug komen, want die snap ik natuurlijk heel goed, die zoeken een woning. Ja. Hoeveel goedkope woningen je bouwt en hoeveel duurdere woningen je bouwt. Dat is al heel gebruikelijk. Maar wat wij nu gaan zeggen is. In dat plan dat je maakt, ga je ook heel precies definiëren en ook uitrekenen hoeveel je zou moeten bouwen voor mensen die nu dakloos zijn. Ja. Dat zal geen. Substantieel deel zijn van het totaal, in veel gevallen misschien maar een paar procent. Ja. Uh, maar dat moet je wel heel precies uitrekenen. En we verwachten dan ook dat je die woningen uiteindelijk ook voor de mensen die nu dakloos zijn beschikbaar stelt.